Een paar weken geleden belde Gerard Ekdom mij, die op Radio 2 Ekdom in de ochtend presenteert. Hij vroeg mij om mijn licht te laten schijnen op voorverpakte glühwein, die gezien het seizoen op dit ogenblik weer overal te koop is. Waarom wilde hij dat weten? Omdat hij op 11 december aanstaande in Den Bosch, ja, een soort winterbarbecue organiseert. En dan is het de bedoeling dat hij deze warme winterwijn met ruime hand gaat schenken. Ik heb hem toen wat waarschuwende woorden doen toekomen over een proeverij die ik een aantal jaren geleden voor het testprogramma Kassa heb gedaan in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat, het zal toeval zijn geweest, voor deze gelegenheid volledig was besneeuwd. Dus de stemming zat er al vroeg in. Nou ja, gelukkig was het zo dat wij ook mochten uitspugen. En we hebben toen al de voorspellende woorden gedaan dat als het volgende voorjaar de sneeuw zou zijn gesmolten op de plek waar wij die glühwein, die voorverpakte glühwein, hadden uitgespuugd, dat daar geen gras zou groeien. En ook echt nooit meer. Want wat was de kwaliteit om te gruwen? Dat was glühwein waar de koude rillingen je van over je rug liepen. Ik heb het omschreven, geloof ik, aan Ekdom die ochtend als zijnde, ja, hoe heb ik het gezegd, het was het restant aan vloeistof wat je onder in een biobak tegenkomt, nadat je deze geleegd hebt. Nou ja, als je dat hebt opgewarmd, die hebben nog wat kalknagels in laten weken. Nou, die smaak had het meeste van die voorverpakte glühwein. Wij werden daar, kortom, niet vrolijk van. Dat was voor hem het signaal om in zijn radioprogramma een oproep te doen aan al zijn luisteraars, en dat zijn er veel, om hun favoriete recept van glühwein in te sturen. Enfin, dat heeft hij geweten, zeg. De server in het Mediapark, die stond echt roodgloeiend van de glühweinrecepten. De serverruimte, die rook naar kaneel, specerijen en anijs. En vanwege de alcoholdampen was het oppassen geblazen met open vuur. En aan mij vroeg hij of ik de proeven van bekwaamheid van zijn luisteraars wilde beoordelen. Na een eerste schifting te hebben gemaakt uit een top 2000 van beste glühweinrecepten 2015. Nee, meneer Dool Uitschagen, het opkoken van de dennennaalden van de boom van vorig jaar strekt niet tot aanbeveling. En leuk hoor, Johan uit Hardingsveld, Giessendam. Maar ook antivries hoort niet in het recept van glühwein thuis. En Eveline uit Zoetermeer, een nacht lang in een kruik jouw glühwein mee naar bed nemen, doet vermoeden dat je vrijgezel bent. En gezien het recept zit het er ook dik in dat je dat ook blijft. Dus helaas, maar wie dan wel? Wat is die top 3 die ik uit die top 2000 van glühweinrecepten uit 2015 heb geselecteerd? Daar gaan we. Is het deze van Jantien uit Assen, die zwaar inzet op goede rode wijn. Nooit op bezuinigen. Nooit bezuinigen op het basismateriaal. Neem goede rode wijn die je zelf ook zou willen drinken zonder dat het glühwein is. Daar gaat het echt om. Voorts geeft zij nog wat geheime prijs. Neem witte suiker en geen bastardsuiker. Gebruik beslist geen steranijs, want dat is juist vies. Laat hem opwarmen en beslist niet koken, want anders raak je de alcoholsensatie kwijt. En is het sowieso te weinig? Ja, dan adviseert zij om er een flinke scheut Grand Marnier in te doen. Ach, weet je wat? Daar kan het vast nog een beetje in. Vrouw naar mijn hart. Voorts is er een importeur geweest die meende dat er wel lekkere kant-en-klaar glühwein bestond. Deze firma, Barrique, ja, die speelt dan ook een thuiswedstrijd. Hè, want die is gevestigd in Den Bosch, dus je kunt het er altijd halen. En deze firma die laat zijn recept maken in Duitsland. En dat begint al in de zomer. Wanneer hij dus een extract laat maken van allerlei natuurlijke ingrediënten. En extra opwindend is natuurlijk, Barrique voorziet zowel in een rode glühwein als in een witte. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En tot slot, als sluitstuk, is daar de receptuur van Anne Sluiter. Ook bij haar begint het weer met goede rode wijn
En daar voegt zij dan weer thee aan toe. Maar liefst een halve liter. Dat zij gelukkig weer razendsnel compenseert met een fikse scheut vieux. Ik denk dat cognac dan ook wel kan. Wel aan. Welke glühwein van deze drie is het nu geworden? Welke maker is erin geslaagd om de puntjes op de U van glühwein te krijgen? Van wie is dit glas glühwein? Wie krijgt zijn recept vereeuwigd in de Grote Hamersma 2017? De winnaar van de Gerard Ekdom, Ekdom in de ochtend, winterbarbecue glühweinwedstrijd top 2000, is geworden met alle respect voor die heerlijke kant-en-klare versie van de firma Barrique. Maar we gaan natuurlijk voor zelfgemaakte. En de zelfgemaakte van mejuffrouw Sluiter, dat is hem geworden. En dit is mijn uitspraak. En daar moet u het mee doen. Trek je nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Ja, ik heb eigenlijk wel zo.